Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Mel Tunderman, ondernemer van het jaar 2015 uit Ede. Goedenavond, dames en heren. Vanavond hebben wij een winnaar bij ons. En dat is de ondernemer van het jaar, afdeling grootzakelijk, Mel Tunderman van Vika uit Ede. En jij mag het zelf zeggen. Wie ben je en wat doe je, Mel? Nou, ik ben Mel Tunderman. Ik ben algemeen directeur van een onderneming in Ede. Een hele mooie onderneming. Ik ben daar al 25 jaar, bijna 25 jaar actief. En wij produceren allerlei mooie producten die we wereldwijd verkopen. Naast het bedrijf wat we in Ede hebben staan, hebben we ook nog 4 vestigingen in het buitenland. Eentje in België, Italië, Nieuw-Zeeland en Engeland. Dus we zijn over de hele wereld vertegenwoordigd. En vanuit al die 5 vestigingen maken wij hele mooie producten die wij aan de levensmiddelenindustrie verkopen. Wat zijn dat voor producten dan? Dat zijn natuurlijke ingrediënten op basis van zuivel. Maar ook groenten, fruit, vlees, vis. En dat maken wij in sterk geconcentreerde vormen. Wat wij dan in mooie verpakkingen verkopen aan grote multinationals. Dus geconcentreerde smaken eigenlijk? Geconcentreerde smaken, ja. Ja, en dan allemaal vanuit die natuurlijke producten? Allemaal vanuit natuurlijke producten, ja. Dus we hebben geen onnatuurlijke producten bij ons in de fabriek. Dus dan wil dat zeggen dat het eigenlijk allemaal heel erg fijn gemalen wordt? En hoe ga je dat dan verder Nou, als je naar onze processen kijkt, wij krijgen bijvoorbeeld een hele kaas krijgen wij binnen. En die kaas kunnen wij bijvoorbeeld verkleinen in geraspte vorm. Ja. En dat verpakken we dan in klein verpakkingen wat weer naar de consument toe gaat. Ja, de gewone geraspte kaas. De gewone geraspte kaas. Maar we maken ook van hele kaas maken we kaaspoeders. Dat betekent dat we uit de kaas waar ze nog een percentage vocht in zit, dat onttrekken wij door een sproeidroog principe. Ja. En dan krijg je een heel fijn poeder wat wij weer verkopen naar de snackindustrie. Dus bijvoorbeeld de pizza? Pizza voor geraspte kaas, maar bijvoorbeeld een kaaspoeder in een kaassaus. Ja, wat lokaal in Nederland in heel veel supermarkten te verkrijgen is. Maar ook wat je ziet in kaassnackjes. Dus een hamkaas. Er zijn allerlei soorten producten waar wij in zitten. En je bent nou ondernemer van het jaar geworden. 2 weken geleden, denk ik geloof. 2, 3 Ja, 2 weken geleden. Ja, en hoe lang werk je daar al? Ik werk er bijna 25 jaar. Dus we hebben 25 jaar aan deze titel mogen werken. Dus dat is best lang. Ja. We hebben eigenlijk weinig bekendheid gehad hier in de gemeente Ede. Maar ook met onze ontwikkelingsplannen hier die wij willen uitvoeren in de komende jaren. Ja, zag ik wel de noodzaak om wat meer bekendheid te krijgen hier in de buurt. Vandaar dat wij een nominatie kregen. En die heb ik met beide handen aangepakt. En met enorme trots. Uiteindelijk de winnaar geworden, wat natuurlijk voor mijzelf heel erg leuk is, maar vooral voor mijn medewerkers. Ja, het personeel is natuurlijk helemaal gelukkig. Ja, die zijn er heel erg blij mee. En zeker familie en vrienden, iedereen spreekt mijn collega's erop aan. Ja, en dat is een enorme motivatie om ook het bedrijf verder te laten groeien. En wat vinden ze er in Nieuw-Zeeland van? In Nieuw-Zeeland hebben ze er ook leuk op gereageerd. En ze vonden het ook wel tijd worden om in Auckland die titel te gaan halen. Alleen daar kennen ze dat niet. Oké. Nee. Goed, je hebt ook een serie muziekkeuzes gemaakt zoals we altijd hebben bij onze gast. En we gaan luisteren naar het eerste nummer. Hier komt U2 met With or Without You.